Het Forza Academy organiseert inderdaad de Forza King of the Caribbean van 14 tot en met 18 april. Het is een windsurf event, daar Tonkie zo direct alles over gaat vertellen. En daarnaast hebben we daar een aantal nevenactiviteiten die we gaan doen. Het is een event echt voor de jongeren. Dat betekent dat de jongeren die sowieso meedoen met het windsurf event, maar ook in het hele event worden ingezet. Het is een event wat op lange termijn is, dus niet alleen voor één jaar, maar voor lange termijn. En deze jongeren die kunnen dan op een gegeven moment gaan werken aan hoe leer je foto's maken, hoe leer je filmen, hoe met Stinapa mee het bootje de boeien uitleggen. Dus ze worden echt meegenomen in het geheel. Het zijn bijzondere jongeren, het zijn allemaal kwetsbare jongeren. Jongeren van de Stichting Project, sommige jongeren van Jong Bonaire, maar ook jongeren van de straat die op het ogenblik gewoon heel erg moeilijk hebben. Met deze jongeren gaan we dat samen organiseren. En zoals ik al zei, er zitten ook nevenactiviteiten aan. Die nevenactiviteit wordt een voetbaltoernooi georganiseerd. Er wordt een bolas-competitie gedaan. Thurston Challenge, die organiseert sterkste man, sterkste vrouw. En Jong Bonaire organiseert nog een activiteit. En natuurlijk het allerbelangrijkste ook is natuurlijk het windsurfen. Maar daar kan Tonkie alles van vertellen. Toch even over deze jongeren. Deze jongeren zijn jongeren die naar Forza gaan of hebben jullie ook andere jongeren? Nee, dan moet ik ook even iets uitleggen. Je hebt en Stichting Project, dat zijn de jongeren van Stichting Project. Daar heb je de Rebound, naschoolsopvang en de residentiële instelling. En Forza Academy staat los van Stichting Project. Ik was natuurlijk wel directeur van Stichting Project, maar nu niet meer. Dus Forza Academy staat daar los van. En wij geven trainingen en wij ondersteunen jongeren met die een problematiek hebben. Nou ja, Tonkie heeft natuurlijk contacten van de andere eilanden. En op de 14e starten we dan met de inschrijving en dan kan iedereen deelnemen. Well, during this event it will happen on the 14th of April till the 18th. And in these days I will make sure that it will be a really cool action on the water from sailing and a lot of good activity. And I was thinking to try to do also a expression session by the end of the event, if there is, depends on the wind condition. And also will be the pros. I will also have pros and categories in different class, so everybody can have fun in a fair event. And I'll try to do freestyle and slalom, and hopefully, if it's possible, I do also foiling, which is the new thing that it's right now coming up lately in those days. Hopefully, yeah, it will be a success event, and to do this also for many years that's coming up. The France Paradise. What's its role in this event? Well, I'm already there. Well, I'm one of the role, but of course we will try to be there for the kids, you know, because I'm pretty sure probably they will need some small things at the moment, you know, on the run, maybe a rope or the harness line broke. So we will be there to help them with those little details if they want to as well. Well, the registration is free. Everybody is available to register it. And then like this, we can separate also the classes in different for women and men to have a fair event. Can someone from international windsurfer participate? Yes, we are working to make that more international as possible. We will start with Curaçao and Aruba, so our neighbors, and then slowly we'll, for the coming years we make it more international. As soon as it start to see the first steps, people start hearing about it and how cool and good this event is going to be, I think they will invite themselves even on the island. My pleasure, everybody is so free to welcome to Sorobong. It's a beautiful place, it's a paradise, and on 14th of April till the 18th, it will be a really nice show on the water of the freestylers and some slalom sailors. So be there, otherwise you will miss a lot. Thanks again. Ja, ik ben Jessica Pompier. Ik ben ervaringsdeskundige voor vrouwen, voor jonge vrouwen, na huiselijk geweld. Want heel veel keren dat als je dan in een trauma of in een depressie komt te raken of een huiselijk geweld situatie, heel veel keren dan kunnen we dan niet, is het dan moeilijk om eruit te komen, om je leven weer opnieuw te gaan bouwen. Maar het is een windsurfcompetitie, hoe doen ze dit? Alle vrouwen hebben dan talenten, jonge meiden zo hebben dan echt de talenten. En die talenten dan halen we dan naar buiten. En zeggen we van, hey, wat kunnen wij dan doen? Wat kan jij dan doen? En zo. Heel veel keren dan kunnen ze dan heerlijke snacks maken. Ze kunnen van manicure, pedicure maken, t-shirts maken en van alles en nog wat. En zo. Dingen verkopen, andere jongeren bemoedigen en laten opstaan. En zo. Dus de jongeren zijn daar ook voor bijvoorbeeld water uitdelen. Ja, t-shirts uitdelen. En de boei, hoe zeg je, de boot goed besturen en helpen en zo. Dus en zorgen dat alles gewoon
gewoon goed loopt. Ja, dus iedereen is echt heel enthousiast en vraagt van oké, hoe gaan we dit doen? En de angst komt natuurlijk naar boven, want dat is dan de eerste ding wat naar boven komt. Maar dan is het echt van nee, oké, we gaan het, we kunnen het, we gaan ervoor en zo. En het is gewoon stap voor stap en het is echt het begin dan bij de mind en zo. En dan samen doen we het, ja. Dank je.